We zijn gearriveerd in Hanen vanuit Amsterdam. We gaan kijken hoe een echtpaar naar Zuid-Afrika gaat. En niet zomaar naar Zuid-Afrika. We hebben een elektrische auto. Zonder dat er laadpalen zijn. En hier is Renske. Hallo Renske. Hey, goedenavond. Ga je echt nog gewoon naar Zuid-Afrika met een elektrische auto? Nog steeds. Zonder laadpaal? Ja, we houden gewoon vol. God. Nou, we gaan er even naar luisteren. En u heeft ook wel, Ik ben Sander Gele. Ik ben directeur van Gele Counterflow. Waar we hier zijn? Ja, dit is dit bedrijf. Ja. Wat een waanzinnig bedrijf. Fijn, dank u wel. Wat is het? Wij zijn machinebouwers voor de voedingsmiddelenindustrie. Ja. 150 man geloof ik? Ja, over de hele wereld? Nou, de meeste hier, maar we leveren over de hele wereld. Ja. Leveren over de hele wereld, ja. 80% buiten Europa zelfs. Dus. Ja, nou, we gaan er zo meteen even naar luisteren, want het is echt geweldig. Dank u wel. Dus het evenement wordt gehouden, het afscheid van Nederland op weg naar Zuid-Afrika wordt in deze fabriek gehouden. En ik was echt helemaal verbaasd. Echt een stukje Nederland wat je niet gauw ziet. En waar waanzinnige producten worden gemaakt. Want wat is dit allemaal? Ze maken dus luchtbehandelingssystemen voor de voedingswereld. Die worden hier gemaakt, over de hele wereld geshipped. En de hele fabriek is klaargezet om gewoon mensen te begeleiden. Dit soort luchtbehandelingssystemen worden hier gewoon eens compleet gemaakt. Wat maken jullie hier? Wij maken koelers en drogers voor de veevoer- en voedingsmiddelindustrie. Oké, hoeveel mensen werken hier? Ongeveer 140. Oké, en kun je nog mensen, jij werkt voor HR, en kun je nog genoeg mensen vinden? Ja, dat gaat tot nog toe gelukkig redelijk goed. Behalve? Behalve field service engineers. Die de hele wereld over moeten. Die de hele wereld over, goeie fantastisch, avond. Gewoon lekker die reizen. Die een fantastische baan hebben. Ja, die maar de wereld over reizen, die relaties opdoen. Ja. Fantastisch. Ja, maar maar dat blijkt heel lastig de Nederlander wil thuis blijven zitten. Nou ja, en ICT, misschien. Krijg je dat nog voor elkaar? Redelijk. Redelijk. Okay. Maar dan hebben wij ook niet zo heel veel functies in ICT. Dat valt wel mee. Okay. Maar het is vooral technische mensen. Mensen die over de hele wereld willen reizen. Ja, dat is dan inderdaad. Dan moet je kijken wat een prachtige apparaten hier worden gemaakt. Hier in Heerlen. Gele Counterflow. Cool en draai. Nu begint langzamerhand Afrika dichtbij te komen. En ja hoor, hier wordt dus het evenement georganiseerd, het afscheid om naar Zuid-Afrika te gaan met een elektrische auto. We wachten op de staatssecretaris, die ook hierheen komt rijden. Zo te zien wordt er goed geregeld voor de interne mens. En hier hebben we de auto. En ja, wij zijn allemaal elektrische rijders. Wij weten hoe heerlijk het is. Maar als jij gewoon in het buitenland bent en vooral Afrika, there go electric, dan ben je echt wel gewoon weer een pionier. Want dat is echt inderdaad. En het mooie is, dit zijn zonnepanelen die uitgeschoven kunnen worden. Een heleboel lagen met zonnepanelen die kunnen hier over de vloer worden uitgestrooid. En dan heb je gewoon daar, kun je met een goede zon, kun je in een 6 uur je auto opladen. En er wordt hier gewoon, dit zijn de landen waarheen gegaan wordt. Een beetje Limburgse trots, deze onderneemsters. Dus hier gaat Renske en Maarten, die vertrekken hier om 11 uur 's avonds. In hun grote tocht naar Zuid-Afrika. Eens kijken of we daar nog even kunnen interviewen. Maar het is hun dus gewoon gelukt. Zo mevrouw, wat is uw naam? Ja. Leonie. Leonie. En van welke organisatie? Ik ben van de Vereniging Elektrisch Rijders. Ah, en waarom komt u dan hier van Amsterdam naar Limburg? Ja, dit is toch heel bijzonder blijkbaar. Dit is super bijzonder. En waarom niet, zou ik zeggen, dit is zo geweldig. Mensen die gewoon in deze auto, ik weet net als bij deze meneer uitgelegd, die moet je zo ook op het filmpje zetten. Wat hier allemaal aan die auto's gedaan om dat hele stuk te rijden, wat aan zonnepanelen ligt.
en hoe snel Renske de mevrouw dit voor elkaar heeft gekregen, in welk tijdsbestek zij dit voor elkaar heeft gekregen dat dit kan. Ja. Om gewoon te geloven door te doen en de sponsoren te vinden. Nou, daar stap je met liefde voor in de auto om zoiets te zien en te ervaren. En ja, dus heel graag. Heel mooi. Dankjewel. Van Gele Counterflow, die heeft dit gesponsord en zijn we nu ook de gast. Mike, jij stond ook een beetje aan het begin van Renske's verhaal richting Zuid-Afrika. Wat deed jij? Ja, ik ben Terex Remonte organizer. En ja, ik denk dat Renske natuurlijk zelf wel aan het begin stond van haar verhaal. Maar haar enthousiasme en passie kwam uiteindelijk bij ons ook terecht. Als team van Terex Remonte. En ja, heel bijzonder. Dus we wilden haar graag op het podium. Ja. Hoe lang geleden is dat? Ja, dit is net pas 3/4 jaar geleden toen ze de TED Talk gaf. Dus, oké, en had ze toen al een auto en de relaties en de financiering en dat soort dingen? Nee. De auto was volgens mij wel in gesprek, maar die was er toen nog niet. En zeker niet wat hier nu staat. Dus het is waanzinnig hoe zij dit voor elkaar heeft gekregen met haar passie. Dus je bent wel trots als TEDx, ben je wel trots dat je zo'n spreker hebt geholpen? Ja, waanzinnig. En dit als uitkomst, ja, is echt top. En gaat het een goede reis worden, denk je? Heeft ze het goed georganiseerd? Ja, maar ze genieten. En dan maakt het een fantastische reis, toch? Ja. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe deze auto eigenlijk tot stand is gekomen. En u kunt me er meer over vertellen. Wat is uw relatie tot dit project? Nou, ik ben lid van de stichting 4x4 Electric. Oh, die is speciaal voor dit project opgericht? Speciaal voor dit project opgericht. Ja. Om te zorgen dat we een grote community kunnen maken van allerlei partijen die met zo'n innovatief traject bezig willen. Te kijken van... En u bent ook de vader van Renske, zeg maar. Ja, okay, dat is een bijkomstigheid. Wat is, u bent ervaren met innovatie. Wat is er allemaal geïnnoveerd in deze auto om deze reis te kunnen maken? Nou, het echt innovatieve is, we starten met een gewone traditionele auto om te laten zien dat dat mogelijk is, maar er zijn bedrijven bij aangesloten die met innovaties werken om te kijken van is dit mogelijk in de praktijk. Nou, en daar zitten een paar unieke dingen in. Het ene van is het opladen. Je laat namelijk met de zonnecellen die flexibel buiten neergelegd worden, direct de accu op. Dus je gaat niet meer van gelijkstroom naar wisselstroom naar gelijkstroom waar je veel verlost krijgt. Maar je gaat direct van gelijkstroom laden. Ja, met een hele hoge apparaatje. Dat zou ook heel logisch zijn, ja. Ja, maar er is wat ergens gebeurd. En dat is met een bedrijf is daar een innovatief product uit ontstaan. Wat nog niet optimaal werkt, maar tijdens de rit optimaler moet gaan werken. Ja. Wat de staat stelt dat als ze buiten liggen, de zonnecellen, afhankelijk van de sterkte van de zon, er toch volop geladen kan worden. Ja, en dat zou eigenlijk het meest logisch zijn, DC naar DC. Maar zo'n controle was er nog niet. Nee, het dilemma zit hem in het feit dat de auto heel gevoelig is voor constante voeding. Ja. En de zon die kan afhankelijk van de stand van de dag, maar ook een wolkje wat ervoor zit, of een klein schaduwtje wat er ineens opvalt, ineens minder krijgen. En dan slaat hij af. En als hij dat een paar keer gedaan heeft, dan zegt hij ja, nou bekijk het maar. Maar nou even niet meer. Ja. En dat probleem moet je tackelen met een innovatief product. Heel mooi. Wat is er nog meer nieuw aan deze auto? Want dat is inderdaad de portable laadpaal die je overal kunt neerleggen en die laad, dat is heel belangrijk. Ja. Wat is er nog meer bijzonder aan deze auto? Nou, eigenlijk dat er gezegd is, we moeten proberen daar een mobiliteitsstuk van te maken. Waar we door lang extreem zelfstandig zonder andere partijen kunnen leven in een vreemde omgeving. Ja. Dus want hij is helemaal leeg gehaald. Dus zorg dat je een watervoorziening inbouwt in de auto. Zorg dat je communicatiemiddelen overhoudt, waardoor je naar de buitenwereld toe kunt laten zien waar je mee bezig bent. Dat zit in de auto. Maar wat nu ook heel interessant geworden is, dat er heel veel mensen, partijen, bedrijven van buiten geïnteresseerd zijn in de data die dit project opleveren. Dus dat zijn zowel bedrijven in Nederland, maar ook in Canada en in Duitsland, die graag die data hebben om daar iets mee te gaan doen. En ga je dat open source publiceren? Ja, of wat nou, is dat idee? De meeste data worden open source gepubliceerd. Ja? Op de website van 4x4electric.com kun je ze volgen. Okay. Ze zijn wel 3 dagen na de werkelijkheid. Drie dagen? Ja, en daar is voor gekozen om te voorkomen dat mensen precies weten waar zij zitten. Oh, de veiligheid. Oké. Okay. Zo'n beetje. Ja. Is een van de factoren waar je ook rekening mee moet houden. Dus zou ik zeggen, niet. Want in principe zou je het gewoon binnen een paar minuten kunnen krijgen. Tuurlijk, wij kunnen zelf zien waar zij zitten. Ja. Wij kunnen precies volgen waar ze zitten. Maar op de website, publiekelijk open, zeg je van we doen een vertraging van 3 dagen. Okay. En dan heb je dus groepen studenten van hogeschool uit en bedrijven die gezamenlijk data analyseren. Daar een mooi format voor hebben en op de site precies aangeven. Hoeveel energie gebruikt, hoeveel wind hebben, hoeveel is de weerstand op de weg. En daar zitten de sensoren voor ingebouwd. Hebben ze dan ook een Elon Musk, zeg maar, Skynet-achtige internetomgeving via satellieten? Of, ja.
Ja, met Geotab. Ja. En met Dutch Telecom in de geest. Ik ben even de naam kwijt. Dutch Telecom? Nee. Oké. Okay. Maar dan hebben ze een satellietverbinding? Ja. Dus ze hebben in ieder geval overal internet, zeg maar. Ze kunnen overal internet hebben. Geen Netflix-achtige kwaliteit, neem ik aan, want het is een beetje duur. Nou, er is afgesproken met hun dat ze een bepaalde vorm met die data omgaan, met het volume. Want het gaat erom dat ze overal de vlogs die ze maken, moeten ze kunnen publiceren. Want voor die bedrijven willen graag ook hun verhaal. Want ze bezoeken al die projecten, duurzame projecten in die rit. Ja. Projecten waarbij kleine stapjes gezet worden om te verduurzamen. En dan moet je mooie verhalen meemaken met een vlog. En dat willen graag die bedrijven heel mooi een site hebben. Hey, dus als sponsors hebben we Gelen Counterflow, waar we nu ook de gast zijn, die fabriek. Wat zijn nog meer de grote sponsors die er zijn? Nou, ik zie hier Skoda staan. Dat is een heel repet op zich geweest. Dus Skoda is eigenlijk op het laatste moment pas aankomen haken. Toen we al heel ver waren. En we eigenlijk zeiden tegen Skoda, en dan moet je eens goed luisteren. We krijgen steeds de vraag, waarom hebben jullie voor Volvo gekozen? Want we hadden overal Skoda afgehaald. Omdat Skoda niet wilde sponsoren. Oh ja. En toen kwam dat verhaal een beetje, er ging wel reuring ontstaan. En toen heeft Skoda gezegd, ho, we willen wel, maar we ook een van de hoofdsponsors zijn. Okay. En dat is ook een geluk geweest, want er is een kleine bug gezeten in de software de afgelopen weken. Ja. En dankzij vooral Skoda hoofdkantoor Tsjechië is dat opgelost. En staat er hier nu een auto die morgen vertrekt naar, of dadelijk vertrekt. Hartstikke mooi. Nog andere leuke partijen, dus dat zijn de twee hoofdpartijen. Wat nog meer? Nou, wat ik net zei over die data, die communicatie, Hogeschool Zuid en de Civility. En zo, dat zijn bedrijven die wel heel veel met die data doen. En dat is heel interessant. Heel mooi. Ja. Nou, dank u wel hoor. Echt heel mooi. En hier gaan ze dus 6 maanden van hun leven doorbrengen. Want ze gaan hier wel eigenlijk 6 maanden, nee, minstens een jaar. Maar het wordt eigenlijk misschien wel 2 jaar. En dat wordt meestal langer dan je denkt. Hier moeten ze dus een beetje leven. En daarbovenin is de portable slaapkamer die hierboven zit, de camper. Ja, het is echt gewoon een stoere, mooie auto die echt ook inderdaad wereldwijd overal heen kan gaan. Hoe snel, dat weten we nog niet, maar dat zien we in ieder geval 3 dagen nadat het werkelijk gebeurt. Jullie zelfs misschien nog wel wat meer vertellen, maar het was goed om te horen vorige week dat alles toch weer op schema lag. Ik zal eerst even uitleggen waarom wij als Gele Counterflow besloten hebben om hoofdsponsor te worden van dit project. Mijn eerste reactie toen ik las met een elektrische auto naar Zuid-Afrika was, dat kan niet. En meteen herkende ik daarin de reactie van onze klanten als wij ze vertellen dat we hun producten ook zonder aardgas kunnen drogen, elektrisch. En toen dacht ik, kijk, dan moeten we dat gaan sponsoren. We hebben hetzelfde doel en we hebben hetzelfde probleem. We moeten mensen overtuigen dat dit de toekomst is, elektrisch. Renske en Maarten hadden natuurlijk al... En door het te gaan doen, bewijzen ze dat in de energietransitie veel mogelijk is wat op het eerste zicht onmogelijk lijkt. En net zo hebben wij heel lang gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste elektrische drogers. Die nu succesvol draaien in Noorwegen en Zuid-Korea. En waarom doen zij dat en waarom doen wij dat? Dat begint met een gevoel van urgentie. Dat het zo niet verder kan, dat het roer om moet. Renske en Maarten laten ons zien hoe dat kan, dat het ook anders kan. En dat dat ook nog heel leuk en avontuurlijk kan zijn. En dan de techniek. Wij zijn natuurlijk een technisch bedrijf in hart en nieren. Dus die auto en alles wat erbij hoort, dat vinden wij prachtig. Elektrisch rijden heeft de toekomst, net als elektrisch verwarmen. Zelfs in de industrie. En dan heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen. De toiletten die staan helemaal achteraan. Daar gaat het feest natuurlijk verder. En dan wil ik nu graag het woord geven aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Applausje graag voor mevrouw Vivian Heijnen. Voor het op duurzame wijze verkleinen van reistijden. Nou, met die duurzaamheid van deze expeditie zit het goed. Over de reistijd moeten Maarten en Renske misschien nog een keer met u praten.
Veel dank. En ja, prachtig om ook hier bij dit mooie bedrijf aanwezig te zijn. Mooi ook om net even met de oprichter van het bedrijf te hebben gesproken. En ook te horen hoe trots hij is op de enorme uitbreiding die dit bedrijf heeft doorgemaakt. Dus chapeau ook voor jullie en ook voor alle medewerkers die later aansluiten ook nog, heb ik begrepen, vanavond. Maar we zijn hier natuurlijk vanavond allemaal voor Renske en Maarten. En ja, we spraken elkaar eigenlijk in juni, heb ik inmiddels begrepen. Want we hadden het er net even over van wanneer was het nou ook alweer precies. Er was een evenement georganiseerd in Den Haag. En dat was georganiseerd door de vereniging Elektrische Rijders, VER. En jullie hebben mij toen verteld over jullie droom en de plannen en het aanstaande avontuur. En jullie willen Nederland en de wereld laten zien wat er allemaal mogelijk is met betrekking tot elektrisch rijden. En dan niet even via een rondje Nederland of een rondje Europa. Nee, jullie pakken het meteen groots aan. En jullie reizen naar Zuid-Afrika en komen uiteindelijk ook weer terug. Nou ja, en als je dus van een land gaat met een van de beste laadinfrastructuren ter wereld naar een continent waar elektrisch laden nauwelijks mogelijk is, dan gaat dat ongetwijfeld een enorm avontuur opleveren. Maar dat is wel eentje waar jullie met 100% overtuiging voor hebben gekozen. En op de vraag van jullie of ik jullie wilde komen uitzwaaien, of volgens mij heb ik zelf mezelf een beetje uitgenodigd. En dat kwam omdat ik, en dat komt omdat ik een enorme bewondering heb voor jullie drijfveren. En jullie elektrische auto is ook geen standaard model. Hè? Het is een auto die een uitklapbare tent heeft bovenop het dak. De auto is uitgerust met zonnepanelen en dat is slim, maar ook noodzakelijk. Want in Afrika zijn er, zoals gezegd, natuurlijk niet overal oplaadpunten te vinden. Maar gelukkig is de zon daar wel overal te vinden. Dus dat is natuurlijk een uitzonderlijk goede combinatie die jullie hebben. En toen ik jullie in juni sprak, ook even over het waarom van het avontuur, toen hebben jullie gezegd dat het voor jullie gevoel ook vaak te negatief wordt geschreven over de energietransitie. En het gaat vaak dan in die berichten erover dat het te weinig is en dat het te langzaam gaat. En zo wordt er heel vaak over de klimaataanpak gepraat, zonder dat mensen dan ook wel met oplossingen komen. En door het, zoals jullie zelf zeggen, leuk en ook haalbaar te maken, willen jullie mensen laten zien dat duurzaam doen ook gewoon kan. En er is dus veel meer mogelijk dan je in eerste instantie zou denken. Door mensen dat te laten zien, dat je met een elektrische auto in het buitenland een heel eind kunt komen, zullen jullie mensen zeker ook gaan motiveren. En dat is volgens mij ook een belangrijke drijfveer van jullie om deze reis te gaan maken. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook echt een bijdrage gaat leveren. Nou, jullie beseffen dat we actie moeten nemen tegen de klimaatcrisis. En jullie hebben met eigen ogen in Afrika ook al eerder de droogte bijvoorbeeld gezien. En dat is ook een van de gevolgen natuurlijk van de klimaatverandering. Het is ook het klimaat zelf. Maar het heeft een enorme impact op de lokale bevolking en ook op de natuur in Zuid-Afrika. En net als jullie vind ik ook dat we actie moeten nemen. Niet morgen, maar daar kun je het beste altijd maar vandaag mee beginnen. En de gevolgen van de klimaatcrisis die zie je dus overal. En in arme landen zijn de effecten ervan vaak nog vele malen heftiger. Als je kijkt in Pakistan bijvoorbeeld of in Nigeria, dan zie je dan ook echt dat de bevolking er ontzettend onder te lijden heeft. Nou, het moet onze taak zijn, dat is een van de drijfveren waarom ik ook zit op de portefeuille die ik heb. Want ik ben inderdaad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille is het milieuonderdeel. En de reden waarom ik dat zo belangrijk vind is omdat ik, ja, rentmeesterschap staat hoog bij mij op de agenda. Dat is een van de uitgangspunten van mijn eigen partij. En dat betekent dat je de wereld probeert op een betere manier door te geven aan volgende generaties dan dat je hem zelf hebt aangetroffen. En dat vraagt leiderschap. En dat vraagt ook het nemen van verantwoordelijkheid. En het vraagt ook het tonen van lef en van durf. En dat doen jullie nu. Als je kijkt naar mobiliteit, of het nou vliegen is, of auto's of vrachtwagens, dat zorgt gewoon vaak voor schadelijke uitstoot en voor een slechte luchtkwaliteit. En het verduurzamen van het vervoer, dat is dan ook een hele belangrijke prioriteit binnen mijn portefeuille. En daarop zijn de afgelopen jaren al best wel forse stappen gezet.
we hebben ook heel veel technieken die ontwikkeld worden in Nederland. Je hebt bijvoorbeeld het ELAAT testpunt, dat ligt in Arnhem. En mijn voorgangster die heeft dat 4 jaar geleden geopend. En toen kreeg ik ineens ook een uitnodiging om het ELAAT testpunt in Arnhem te gaan openen. En toen zeiden ze bij mij op het ministerie van ja, maar dat is toch net 4 jaar geleden geopend. Maar inmiddels hadden ze een nieuwe fabriek gebouwd of een nieuw testcentrum dat 5 keer zo groot was als het oude, omdat het zo enorm goed loopt. En de koning was ook daarbij om dat toen te openen. En nou ja, dat laat ook zien dat we niet alleen klaar zijn om auto's te elektrificeren, maar er wordt ook gekeken naar hoe je vliegtuigen, vrachtwagens, bussen, bouwmaterieel kunt elektrificeren. En die groeispurt, dat zegt veel over de snelle groei die de sector op dit moment aan het doormaken is. En er is vanuit andere landen heel veel belangstelling voor alles wat wij hier in Nederland ontwikkelen. Ik ben bijna aan een afronding toe aan het komen, want ik ben natuurlijk vooral ook heel erg benieuwd om dadelijk jullie verhaal te horen. Maar hoe belangrijk het is om kennis te delen, dat heb ik gezien in Californië. Daar was ik laatst op een handelsmissie, daar was onze koningin bij aanwezig. En we hebben daar aandacht gevraagd voor duurzame mobiliteit. En wat je ziet is dat de wereld dan ook naar Nederland kijkt om te leren van de slimme dingen die wij hier al doen. Dus ik hoop ook dat jullie tijdens jullie reis de kennis die jullie hebben, niet alleen over de eigen ervaringen, maar ook over alles hoe dat hier in Nederland is geregeld, dat jullie ook bereid zijn om daarover mensen te informeren. Wat ik heel mooi vind bij jullie is dat jullie ook samenwerken. Jullie hebben samenwerking opgezocht met kennisinstellingen, met universiteiten, met het bedrijfsleven. En daar komt ook nog eens bij dat jullie dus willen dat elektrische auto's betaalbaarder worden voor iedereen. Want ik realiseer me ook heel erg goed dat nog niet iedereen die dat wil de overstap kan maken op dit moment. En wat we daarvoor nodig hebben, dat is een goede, gezonde tweedehands automarkt voor elektrische auto's. En daarom stimuleren we ook de aanschaf van nieuwe elektrische auto's, maar ook tweedehands auto's op dit moment. Zodat er uiteindelijk over een aantal jaren ook voldoende goede tweedehands auto's op die markt zijn. Wat ook gaat helpen, dat zijn verdere innovaties. Bijvoorbeeld op het terrein van batterijen en de actieradius. Want er is natuurlijk niks zo vervelend als dat je niet zo heel erg ver kunt rijden of minder verder met een benzineauto. En daarom is het ook interessant dat met jullie toch heel veel ervaring wordt opgedaan. En dat er ook data worden verzameld. Nou, onderweg bezoeken jullie ook een grote diversiteit aan andere duurzame initiatieven om daar ook weer van te leren en om kennis te delen met ze. En ik vind het heel erg mooi dat jullie dat ook doen. En dan toch nog heel even tot slot, niet alleen naar jullie, maar ook naar de auto, want ik vind het een prachtig uitzien. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie straks na terugkomst vol verhalen zetten en heel veel mooie ervaringen rijker zijn. En omdat ik mezelf toch al eerder heb uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, nodig ik me ook weer uit om jullie verhalen te horen als jullie dadelijk terugkomen na afloop. En ik wens jullie een prachtige reis toe. Ik vind het fantastisch om jullie passie, maar ook jullie moed te zien, jullie creativiteit. Want het vraagt echt wel, ja, het is best wel een hele tour geweest om tot vanavond te komen. En jullie staan aan de start van een prachtig avontuur met z'n tweeën. Ik ben daar van overtuigd en ik wens jullie een hele goede reis en ook weer een behouden terugkomst. Je hebt al veel verteld over ons idee. Wij wilden jullie eigenlijk allemaal eens meenemen met hoe dit allemaal ook begonnen is en ja, hoe we hier vandaag nu staan. Want ja, het is gewoon gelukt. Wij moeten elkaar nog af en toe even in de arm knijpen van jeetje, het is als een idee 14 maanden geleden. Gewoon een wild idee van kunnen we niet een wereldreis maken, maar dan op zonne-energie. En ja, nu staat hij er en mogen we hier dadelijk ook echt gaan vertrekken met z'n tweeën. Dus dat is toch wel heel erg bizar. Ja, het is echt ontzettend gaaf. We hadden niet verwacht 14 maanden geleden toen wij op een verjaardag of een feestje bij ons in de tuin ons idee een keertje deelden, dat er zo enthousiast op werd gereageerd. Van waar wij het toen uiteindelijk echt zijn gaan organiseren. Achteraf hoorden we wel dat ze dachten van ja, leuk idee, het wordt toch niks.
Nou ja, we hebben het toch doorgezet en die enthousiasme ook mee weten te nemen. En daar ook heel veel partners weten te vinden die dit eigenlijk mogelijk hebben gemaakt. Want we hadden het absoluut niet kunnen doen zonder alle partners die met ons aan boord zijn gestapt. En die dus ook het vertrouwen in ons hebben gelegd. En ook, ook op technisch vlak, maar ook op ons persoonlijk. Het is een ontzettend persoonlijke expeditie. En het vertrouwen dat we hebben gekregen, dat is heel gaaf. Zeker. Ja, wat we eigenlijk willen doen vanavond is jullie eens meenemen naar onze auto. Van waar gaan wij nu eigenlijk mee op expeditie? Dat wij denken dat we dit wel gaan kunnen. Dat is natuurlijk begonnen met de auto op zich. Maar uiteindelijk kwam daar toch een stukje techniek bij kijken. Dus sowieso, wij vinden het leuk. Een heleboel partners zijn ook aanwezig vanavond. Als we je bedrijf noemen of die dan eens op wil steken als je van het bedrijf bent. Zodat we hier ook van elkaar een beetje weten wie nou is. Zouden wij heel leuk vinden. Dus we hopen dat jullie daaraan mee willen werken. Als we dan kijken naar de auto, dan begonnen we natuurlijk met de techniek. Want wij wilden niet rijden, wij wilden elektrisch gaan, maar dan naar landen waar nog geen laadpalen zijn. Dus ja, hoe ga je dat dan doen? Ja, met zonnepanelen. Maar daar is nog geen standaard techniek voor om dat zomaar op te laden. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen om daar eens een partij voor te gaan zoeken. Ja, en toen kwamen we eigenlijk via bij een engineeringpartij uit, Venema E-Mobility. Ik weet niet of die ondertussen al zijn, want ze stonden in de file. Nee, ze zijn nog niet. Die eer krijgen jullie later nog. Want uiteindelijk wat wij wilden zo efficiënt mogelijk de auto opladen. En zoals wij dat dan gaan doen, heet off-grid. We hebben geen grid die het ondersteunt om onze auto op te laden. En daar moest een techniek voor bedacht worden. En ook zo zuinig mogelijk, met zo min mogelijk verliezen. En daarmee kwamen we eigenlijk uit bij Venema, die een gelijkstroomomvormer heeft ontwikkeld. Waar aan de ene kant zonnepanelen in gaan en aan de andere kant een laadkabel uit. En daarmee laden we op. Zo simpel is het feitelijk. Maar ja, hoe ga je dan de zonnepanelen meenemen? We hadden zelf van tevoren wel berekend hoeveel we ongeveer mee moesten nemen. Met hoeveel kilometer we per dag wilden rijden. En toen zijn we uiteindelijk via het netwerk van Renske kwamen we uiteindelijk bij Tilbox uit. Ik zie de heren daar al staan. Daar hebben we eigenlijk, zijn we mee gaan kijken hoe kunnen we die zonnepanelen nou op een goede manier meenemen. Het moet lichtgewicht zijn. Tilbox is erg goed met aluminium. Dus we hebben vanuit aluminium een heel mooi product kunnen maken. Waarbij het echt een samenwerking was. Het is weliswaar ons idee. Maar wij hebben totaal geen kennis en kunde van aluminium. En laat staan überhaupt aluminium lassen. Dus daar komt dan uiteindelijk een product uit die, waar wij echt ontzettend tevreden mee zijn. En dan ook nog een box op het dak, waar ook nog al onze spullen in zitten. Ja, uiteindelijk was dat dus de manier om te gaan laden voor de auto. Dus dat we daar afstanden mee konden rijden en plekken konden bereiken waar geen laadpalen zijn. Maar los van rijden wilden wij de rest natuurlijk ook elektrisch doen. Dus je wilt natuurlijk niet dan een gasstelletje op gaan stellen om je maaltijd te maken als je lekker duurzaam bezig bent. We gingen ook op zoek naar een systeem om die overige energie op te wekken. Nou is dat een los systeem geworden met de zonnepanelen op de auto. Die zijn gemaakt door Mito Solar, die zijn hier ook in de zaal. Zij maakt eigenlijk altijd zonnepanelen op maat voor zonneauto's en zonneboten. En voor hun was dit de eerste keer om het op een bestaande productieauto te maken. Dus net als voor ons was het ook voor hen een zeer leerzaam traject. Die gebruiken we dus eigenlijk om een losse huishoudaccu op te laden. En daar koken we van, zodat we eigenlijk helemaal zelfvoorzienend zijn. Ja, en dan ondertussen was het ook wel belangrijk dat de auto een leuk kleurtje kreeg. Dus dat was, uiteindelijk hebben we daar een partner in gevonden van Issel. Achterin in de hoek daar. Die uiteindelijk de auto de kleur heeft gemaakt zoals die nu is. En alle logo's erop. Wat een ongelooflijke andere voorkomen geeft aan het geheel. Waar wij super blij mee zijn met hoe die er nu uitziet. Ja, en dan als je dan zoiets nieuws gaat doen, dan wil je daar vooral zoveel mogelijk van leren. Wat je al zei, die kennis wil je delen, zodat het niet alleen voor ons een leuk avontuur is, maar veel meer mensen daar een voordeel uit kunnen doen. En daarin hadden we al heel snel het idee van laten we daar zoveel mogelijk jongeren bij betrekken. Want die zijn vaak toch nog wel wat creatiever. Hoe ouder, hoe meer je vaak beren op de weg ziet. En jongeren die zijn vaak, hebben vele mooiere ideeën. Dus toen hebben we met Zuid Hogeschool, maar ook met Roer College, zijn we gaan kijken hoe we dat vorm konden geven.
Uiteindelijk hebben we daar ook een partner bij gevonden in Itility. Die zijn volgens mij ook, ja, zijn ook aanwezig. En dat is eigenlijk het bedrijf wat met de studenten zorgt dat er ook echt een heel mooi product komt te staan op onze website. Het is sinds deze week ook echt live en we gaan steeds de data vertraagd delen, zodat ook van onze veiligheid mensen niet kunnen zien waar wij zijn ter plekke. Maar dat je dus wel elke keer als wij een dag gereden hebben kan analyseren hoe is dat nu gegaan, hoe hebben ze geladen, wat voor effect had temperatuur op range. Er komt zelfs nog een windmeter op de auto, dat we kijken wat wind nou doet met de range van de auto. En gedurende de hele expeditie gaan we dat uitbreiden naar nog meer learnings eigenlijk. Ja, en ook om al die data uit de auto te halen hebben we eigenlijk twee partners daarin gevonden. Eén is Geotab, die zit, is ook aanwezig. En Geotab die heeft eigenlijk een device in onze auto ingebouwd die eigenlijk constant, onder andere, er komt ontzettend veel data uit onze auto. Maar onze locatie, ook als we bijvoorbeeld geen 4G bereik hebben, dan dat er via satelliet in ieder geval onze locatie ook gevonden kan worden. En op die manier halen we nog heel veel meer data uit de auto. Daar gaan we in een later stadium nog veel meer mee doen. En daarnaast hebben we ook nog Avilo, die zijn geloof ik niet aanwezig. En die, dat is ook eigenlijk, we hebben twee tooltjes in de auto en Avilo is heel sterk op de detail in batterijmanagement. Dus we gaan kijken wat doet de temperatuur met de verschillende cellen in de auto. Nou, ontzettend gedetailleerd voor de echte technische mensen. Ja, en dan heb je inmiddels zoveel bedacht en dan heb je wel partners die wat sponsoren, maar uiteindelijk is het toch nog steeds een best wel kostbare expeditie. Dus dan heb je toch nog dat stukje financiën wat je ook nog rond moet krijgen. Want ja, wij wilden niet alleen de techniek van de auto hebben, maar wij wilden ook onderweg heel veel projecten bezoeken om daar weer kennis van op te halen. Want wij geloven ook, Nederland loopt heel ver voor op sommige vlakken. Maar Afrika, hij kent een hele andere cultuur, ander klimaat. Dus wij verwachten dat we ook van hun heel veel kunnen leren om weer mee naar huis te nemen. Maar zullen ook zeker onze kennis delen waar dat van toegevoegde waarde is. Dus ja, om dat allemaal te financieren zijn we uiteindelijk ook op zoek gegaan naar partijen. Daarvan zijn er ook een aantal aanwezig hier vandaag. Onder andere Kilowatt Hour People. Die doen, even kijken, ja. Vooral in interim en we zijn vooral gespecialiseerd in mensen die technische beroepen hebben in de duurzaamheidssector. Een andere partij is My Energy, die zijn ook zeker aanwezig vandaag. Ja, een beetje verspreid door de zaal volgens mij, ja, daar. En natuurlijk ja, onze grootste partner waar we vandaag ook uitgenodigd zijn met z'n allen, die ook met ons veel vieren dat het toch gewoon gelukt is. Gele Counterflow, dus die zullen hier zeker aanwezig zijn, goed zo. Prachtig bedrijf. Ja, en dan is het cirkeltje eigenlijk rond. Ja, en dan vertrekken we morgen dus. Na 14 maanden hard werken, in het begin viel het wel mee, maar zeker de afgelopen tijd. Om ook even aan te geven hoe het allemaal is gegaan. We hebben eigenlijk afgelopen woensdag hebben we de auto opgehaald. En we zijn hem daarvoor 4,5 week kwijt geweest. Omdat er een uitdaging was met een software update. Dus dan ga je 4 november... En dan ben je net 6 weken voordat je weg wil gaan, moet de auto naar de garage. ANWB gebeld. Het bleek een issue te zijn dat vaker voorkomt bij dit type auto. En ook wordt opgelost met een software update. Die software update is ook gelukt. Het bleek allemaal gewoon ook wel wat moeilijker te zijn. Omdat we hebben niet heel veel aan de auto aangepast. Maar ja, hij is toch niet helemaal standaard meer. Maar goed, we hebben hem opgehaald. En hij doet het. Er zitten geen errors meer in. Dus we kunnen op een goede manier weg. Dus we rijden vanavond naar Zuid-Limburg. Daar hebben we nog een overnachting bij vrienden van ons. En van daaruit zullen wij doorgaan. Het eerste traject, het klinkt allemaal heel druk, maar het valt best mee. We hebben morgen een evenement in Parijs. De dag daarna in Bordeaux. En maandag dan onder andere bij Geotab in Madrid. En dan hebben we woensdag de boot naar Marokko. En dan begint echt het ontspannen reizen. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie aandacht. Ook iedereen die aanwezig is, ook de interesse in onze expeditie. We hadden echt gewoon niet kunnen verwachten dat er zoveel mensen interesse hebben in iets dat wij superleuk vinden. En dat er ook zoveel mensen in mee willen, dat is echt onbeschrijfelijk. En dat geeft ontzettend veel energie om daar ook mee op pad te gaan en iedereen te inspireren. Woehoe! Bravo! De stekker uit het project te trekken. Oh. Uit het project? Maar dan anders. De stekker uit de auto. Uit het project. En als jullie daar op de achtergrond een beetje willen invullen of het willen zien, dan kom maar dichterbij.
Maar dat is het officiële moment wat we kunnen gebruiken als start. En de echte start gebeurt natuurlijk wat later vanavond. Bas, wat denk je? Ik heb het goed. Bravo! Dit was de eerste keer, nu gaat de tweede keer. Ja, zeg maar. Mag het wel. Oké, tot zover eigenlijk het hele evenement en de onthulling. Ze gaan over een 2 uur weg. Ik ga nog even de staatssecretaris interviewen en volg ze allemaal op 4x4 elektrisch.com. Kom. Ja, dank jullie voor...